Oh. Ja, en de, ik was eventjes onderuit gezakt. We hebben Willy. Oh, William. We zijn zo blij dat we jou weer zien. Zingt, maar ik wil jullie niet. Ga maar. Er is iets mis met de techniek, maar we zitten net onder elkaar al te vertellen van... Laten we blieden winnen dat dat niet in het begin was. Want dan hadden we een veel groter probleem gehad. Precies hetzelfde hebt. Hij een lekker baan hem. Hij geen probleem. Hij twee lekker banen hebben. Hij wel een probleem. Maar je hebt maar hier dezelfde wiel. Nou, dan moet je eens kijken wat van prachtvrouw hier aan de overkant van mij zit. Kijk, dit is Geesien. En dit is niet Geesien van jouw slachter. Nee, dit is een ander. Geesien, wie ben je? Ja, nou, wie ben je? Ik ben de vrouw van Klaas van Gijsel. En we hebben hier misschien bij een minicamping. Ja. Minicamping Ottenberg. Hoe is dat ooit ontstaan, Geesien? Nou, ja, hoe ontstaat zoiets? Ja. Ja, je komt hier wonen en je hebt een boerderij. Ja. Wat niet groot genoeg is. Ja. Dus je wilde wat bij doen. En toen was op een gegeven moment de wet van open luchtrecreatie. Nou, en daar hebben wij gebruik van gemaakt. Toen zijn we een minicamping begonnen. En dat is inmiddels al meer dan 20 jaar geleden. Zo. En hoeveel plekken hebben jullie hier? We hebben 15 plekken. Ja. Nou zie ik hier op de achtergrond, Geesie, zie ik twee hele bijzondere huzies. Ik heb er onderzoek naar gedaan. Dat ben Finse kotta's. Finse kotta's, ja. Ja. Daar kun je in slapen. Ja. En nou, de volgende morgen dan bereid ik een ontbijtje. Ja. Dus, ja, dat vinden mensen erg leuk om erin te... En dan worden we op bed gebracht? Nou, dat kan, maar dat doen we liever niet. Nee. Liever doen we het gewoon af buiten of binnen. Ik durf het dus niet te vragen, maar zullen we er eens naartoe lopen? Dat kan. Want ik wil wel eens zeggen, mijn dames daar naartoe en Sandra... Nee, ja, die neem ik mee, want er schiet ook een heel groot bed in te staan, of niet? Ja, dat kun je. Want we nu van al dat lopen, Geesie, dat begrijp je zeker wel. Nou, kijk eens aan. Dus ja. Oh. Wie zou dat niet willen? Wie zou dat niet? Mag ik naar binnen toe, Geesie? Nou, dames en heren, Milling, kom op. Sandra komt er mee. Geesie, kom je er ook in mee? Ja. Allemaal en, in de... En het is van u, zit, is het een... Een barbecue hut. Geniet erbij in, Milling. Oh, nee. Hij... Ja, het is van oorsprong is het een... Het is een barbecue hut. Ja. En daar hebben we later veranderd dat we erin kunnen slapen. We hebben de barbecue eruit gedaan en het bed erin gezet. Dus ja. Het is een soort privé slaapkamer. En dat voor 60 euro per nacht? Voor 60 euro per nacht. En dan met ontbijt. Met ontbijt erbij. Ja. Met een vers eigie erbij. Ja, een eitje erbij. Ja. Dus dat gaat helemaal gebeuren. Ik vroeg helemaal mijn dames hoe ligt het, jongens. Ja, hier. Ja, hè. Hey, daar hebben we ook een heleboel vragen gekregen over jouw sleutelhanger. Ja, nou heb ik hem net daar laten liggen. En net laten liggen. Nou, ja. Dan moet dan een andere keer. Hoe ligt het bed, meiden? Ja, hier. Ja, heerlijk. Ja, klamboe. Lekker ja. Hoor. Ja, het is hier wel warm, maar dat ja. Komt wel weer, hè. Maar s'avonds dan koelt het hier wel snel af. Ja. Dus wat we zijn airconditioned in, toch? Ja. Alle de ramen en deuren kunt los, maar dan moet je wel het licht uit doen. Ja. Want anders dan krijg je... Dan krijg je de mug niet, hè. Ja, nee, maar dat moet je niet hebben. Ja, we hebben een klamboe hier, dus dat scheelt. Goed, Gabi, ja. Nog helemaal over ja. Die... Dat, vertel eens, wat is dit voor iets? Nou, we zijn... toen de corona allemaal begon... hebben wij als dorpsbelang... dachten wij, hoe gaan wij dit... hoe gaan wij een hart onder de riem steken hier in het dorp? Ja. Dus we hebben bij iedereen huis aan huis... een sleutelhanger, klavertje 4 voor geluk. Met een kaartje... denk aan elkaar, samen zijn we sterk... namens het dorpsbelang in Wannepeveen. Oh, okay. Dus dat is een actie die wij als dorpsbelang... in de corona hebben... Nou. Goed jongens, het loopt 12 uur. Helaas, we hebben niet meer. Geesie, mag je hartstikke bedanken voor je gastvrijheid. En een bakje koffie voor jou. Graag gedaan. En zullen we even het nummer nog eens draaien van Geesie van jouw slag? Ja, doe dat maar eens. Dan doen we dat. Oké, okay, Sandra en Gabi, jullie hartstikke bedankt. Heel erg bedankt. We gaan een ijsje eten. We gaan een ijsje eten. Ja. En terug naar Jannes en naar Henry. Dankjewel William, je hoort ons niet. We willen iedereen graag bedanken. We moeten richting, met tempo moeten wij richting de afsluiting. Absoluut. Geesie van Jan Slachter gaan we de volgende week draaien. We gaan live hopelijk vanaf de markt. Kijk, hij hoort ons wel nu. Dat is heel erg mooi. Meiden, dankjewel. 1,5 meter uit elkaar daar op het bed. William kan er dus niet tussen. We gaan namens Henry, Roderick, Bas en William u allen bedanken. We gaan eruit. En Herman van Ien. Goed weekend. En Herman van Ien. Ze zeggen, ajus, het was spectaculair deze voorlaatste uitzending, maar dankzij iedereen is het weer gelukt. Doeg! En tot volgende week op de markt. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren.